Ja, goedenavond. Zo, ik ga er even bij zitten en ik ga mezelf weer opzoeken. Kijken of ik een beetje te zien ben. Even kijken, volgens mij wel. Ja, kijk aan. Ik ben zo waar te zien. Goedenavond. Even kijken of ik mijn beeld een beetje in orde heb. En of jullie mij een beetje kunnen horen, zien en... Ik denk het wel. Kijken of ik de camera een beetje netjes heb. Volgens mij wel. Volgens mij kunnen jullie me allemaal goed zien. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Het stroomt al lekker vol. Gezellig. Heel gezellig. Luister, vanavond ga ik aan de slag met oxidesprays. Die heb ik zelf net nieuw, dus ik ga gewoon een paar dingen met jullie samen uitproberen waarvan ik denk dat het leuk is. Als het niet zo is, dan merken we het ook vanzelf. En ik ga iets maken met het 13 Arts Dreamland papier. Dat is een soort van kerstpapier. Het valt onder kerstpapier. Maar ik vind het ook een beetje winters papier. En ook trouwens voor hele andere kaarten hoor. Dus op zich is het van alles wat. Ik heb nog niet zoveel sprays. Ik heb er een paar. En toevallig, deze drie kleurtjes passen heel goed bij het papier. Dus daar ga ik zo mee aan de slag. Ik zal heel even het papier laten zien, want dat is echt onwijs gaaf. Ja, 13 Arts heeft mooi papier. Niet al te duur, dat is altijd leuk. Er zit een knipvel bij, maar die heb ik al helemaal geknipt. Dus die kan ik niet meer laten zien. Kijk, hoe mooi. Mooie kleurtjes. Mooie kleurtjes. Maar ik vond deze kant ook heel mooi. En dat kan ik misschien vast wel laten zien. En ben ik mee bezig ook om een heel groot label mee te maken. Dus eigenlijk gewoon dit papier. Heb ik op 300 gram Florence waterpapier geplakt. Zo'n stevig label. En ik heb hem geëmbost met stempels en met embossing poeder en een beetje gesso droog geveegd eroverheen. Dus die ga ik nog maken. Daar ben ik mee bezig, maar dat is van deze. Even kijken. Nou, dit is ook dat groen met dat crème. Dus de achterkant die is ook wel heel mooi. Kijk, het ligt ik even een beetje door elkaar. Maar dit is, ze hebben hier ook een stencil van dit patroon. Die is ook zo ontzettend mooi. De kleurtjes zijn heel zacht. Maar toch ook, ja, dat groen weet wel wat. Kijk eens, oeh, dat is ook een beauty. Dus het is bijna dezelfde, zie je. En deze heeft nog met de bomen. En dat is dan nog het knipvel wat erin zit. Maar die heb ik dus al helemaal opgeknipt. En dat knipvel is ook los te verkrijgen. En die zijn ook nooit zo net zo heel duur. Dus met dit papier ga ik aan de slag. Maar eerst even de oxides. Want ik dacht, ja, leuk. De stressoxidespray, dat moet je ermee. Maar het blijkt ontzettend leuk spul te zijn. En ik dacht, nou, daar kan je natuurlijk ook van alles mee doen. Waarom niet eens een keer een paar dingen uitproberen samen met jullie? En nou is het zo dat ik vandaag pas de Distress Glaze, de micro glaze binnenkreeg. Die is letterlijk nog dicht. Dus dit is echt gewoon met jullie samen eens kijken van, goh, hoe werkt dat samen met de oxide sprays? Moet ik hem wel open zien te krijgen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga eerst gewoon even kijken. Want wat zijn leuke manieren om die sprays te gebruiken. En er zullen er nog veel meer zijn dan wat ik kan laten zien. Want ik heb uiteindelijk ook niet de hele avond mag ik live. Dus ja, dan doen we dat maar niet. Ik heb de crackle paste eventueel. Ik heb de resist spray erbij gepakt. Ik heb dus die micro glaze erbij gepakt. En ik heb ook nog... de texture relief pasta erbij gepakt. Ik denk, ja, pak er gewoon van alles bij. En dan gaan we gewoon eens kijken wat leuk is. Laat ik eens beginnen met de micro glaze. Die ben ik gewoon nieuwsgierig naar. De micro glaze. Het is voor mij een nieuw product. Dus ik ga gewoon kijken met jullie samen of het wat is. Ik heb een paar stencils erbij gepakt. Zodat ik... samen met jullie kan kijken. Ik heb begrepen dat de oxidesprays, en dit zijn trouwens de Fossilized Amber, vind ik sowieso een hele mooie kleur, de Rusty Hinge en de Crowned Espresso. En die passen gewoon ook heel goed bij papier. Dus vandaar dat ik deze drie erbij heb gepakt. En ik heb donker papier erbij gepakt, want
De eigenschap is van die oxidesprays dat ze ook goed te zien zijn op donker papier. Zwart, donkerbruin, donkerblauw, donker, nou, noem het maar op. Dus ik ga gewoon kijken of dat echt zo is. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, dus dat ga ik samen met jullie doen. Wat ook leuk is van die oxidesprays, is dat als je elke keer tussendoor de laag droogt en er met een andere kleur overheen gaat, dat het niet met elkaar mengt. Het blijft letterlijk op elkaar liggen. Het is een beetje kalkachtig spul, maar dat is eigenlijk de Distress Oxide Inkt ook, hè. Ik heb er een doos bij. Een doos. Omdat ik ga sprayen en ik niet wil dat mijn hele woonkamer onder komt te zitten, dacht ik, ga ook een doos erbij pakken. Die heb ik zo nodig, dus die leg ik even naast me neer. Eerst ga ik deze doen. Stencil eroverheen. Kunnen jullie het goed zien? Ja. Ja, het moet wel goed droog zijn, hè, Sylvia. Anders dan mengt het alsnog. Maar op zich moet het kunnen. Nou, ik heb een dabbertje erbij gepakt. En de glaze, die ik dus voor het allereerst open heb. En ik ga gewoon... Oeh, het is een beetje vettige wax. Grappig. Grappig spul. Ik ken het verder nog helemaal niet. En dan ga ik... Een paar plekjes. Ik hoef hem niet helemaal te doen. Het gaat eventjes om het testen. Door het stencil heen dabben. Ik vind het altijd wel leuk om te doen. Een beetje experimenteren. Goedenavond voor degenen die nog binnenkomen. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga dus wat testjes doen. Mogelijkheden bekijken met de oxidesprays. Nou, wat aan de bovenkant, een beetje waksige substantie. Ziet er wel leuk uit. Nou, lijkt me voor nu even voor testen genoeg. Dit is dus de microglaze. Gaat eraf. Ik zal deze even in het water leggen. De doos erbij pakken. Kijken of dat gaat in het beeld. Ik weet nog helemaal niet wat het doet. Nee, Ans. Ik weet nog niet wat het doet. Maar dat is juist leuk om een keer te bekijken. Ik twijfel even welke kleur met de Rusty Hints. Nou, is het zo dat deze oxidesprays van links naar rechts geschud kunnen worden? Je kunt hem ook zo schudden, maar dan moet je even een keukenpapiertje bij het uiteinde houden. Want het vliegt eruit. Ik ken de glaze niet. Erika zegt, ik gebruik de glaze ook om te sealen. Nou, dat geloof ik. Dat is een beetje een vettige substantie die waarschijnlijk hard opdroogt. Voor mij is het nieuw. Nou, dit is experiment 1. Oh, dat is wel gaaf. Dat is wel heel cool. Ja, dat is nu al leuk. Ik ga kijken of ik hem een beetje kan drogen. Kan ik hem wat makkelijker eruit halen. Oh, dat spray effect is leuk. En dat inderdaad gaaf op dat donkere. Kijken of het heel veel doet. Ja, oh, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar er zijn hele mooie spettetjes er ook op. Ik ga er nog eens met een ander kleurtje overheen. Dat is wel gewoon voor de leuk. Je moet wel altijd even schudden voordat je ze gebruikt, heb ik ergens gezien. Ah, dit is wel een heel gaaf spul. Dit is alvast heel erg leuk. Dit is alvast heel gaaf. Nou, ik weet niet of het heel goed zichtbaar is, maar dit is 1. De Micron glaze. Dan 2. De Resist spray. Dat kan ik gewoon met een witte doen, hè. Ik zal hem maar even bijpakken.
de Resist Spray. En die kunnen we misschien wel door dit stencil doen. Ik heb er maar gewoon een paar bij gepakt. Deze, die stoot het, oxide af, hè? Dus oh ja, dat was degene die het niet meer deed. Dan was ik al eerder achtergekomen. Waar is mijn sponsje? Mijn sponsje. Die heb ik, als het goed is, hier liggen. Ja. Ik had een sponsje liggen. Even kijken. Kijk. Dat was deze. Crackle paste, die heb ik ook van de Distress. Die kun je verhitten met de heat tool. En dan gaat het toch crackelen. Wow. Dat was niet de bedoeling dat het over mijn hele werkblad ging, maar fijn. Nou. Kijken wat dit doet. Het zal vast een leuk effect zijn. Zo. Die kan het water in. En dan moet ik even een doekje pakken, anders plakt alles vast aan mijn werkblad. Dat is ook zoiets als niet fijn. Zo. Nou. Een klein beetje drogen. Dit is de Resist Spray. We gaan gewoon eens kijken wat dat doet. Ik zal de doos er weer bij pakken. We pakken eens een keertje de Crown Espresso. Die is ondertussen aan het helpen met die crackles. Fijn, dankjewel. Maar de meeste crackle-pasten kun je niet met de heat tool drogen. Dan crackelt het gewoon niet. Maar dat doet die stress dus wel. Dat vind ik wel fijn aan die. Nou, gaan we eens kijken wat het doet. Het moet altijd een beetje weggeveegd worden. Oké. Margriet zegt dat het in Egmond veel regent. En Egmond, dat ken ik heel erg goed. Wat leuk. Nou, dat is wel droog genoeg. Dan ga ik even met het keukenpietje eroverheen. En dan zou dat ook moeten zijn. Gaan werken. Oh, dat is ook wel heel gaaf. Ik maak er een puinzooi van. Zo. Kijk. Dit is met de Micron Clays. En dit is met de Resist Spray. En dit was eigenlijk wit papier. En dit was eigenlijk bruin papier. Ik zit ook nog op. Hey. Grappig. Grappig. Dat zijn die. Dat kan dus ook. Dat geeft ook een heel leuk effect. Dan had ik er nog eentje bedacht. Ja. Nou, de laatste. En dan ga ik aan de kerstkaart beginnen. Dan vind ik het wel weer leuk om. Er zijn vast nog wel veel meer mogelijkheden. Maar ik vind het ook wel leuk om de kerstkaart op het label te maken. Even kijken. Ik heb embossingpoeder. Embossingpoeder. Welke kleur gaan we eens doen? Gewoon wit. En ik heb deze mooie stempels van Stampers Anonymous van Tim Holtz. Dat zijn die, ja, ik vind ze gewoon zo mooi. Van die elementjes met, weet je, kantelementjes zijn het. Echt heel gaaf. Ik wil gewoon de wit.
gewoon wit. Ik heb alle wit daarin zitten. Komisch. Even kijken. Dan een acrylblokje. Dan gaan we gewoon eens eentje pakken. Zo. Want er zijn zoveel verschillende manieren om dingen te doen, hè. Ik pak er nou maar gewoon een paar. Er is wat dat betreft niks goed of fout. En iedereen moet het lekker doen zoals hij of zij dat wil. Maar het gaat er mij meer om dat ik even aan het kijken ben. Hoe reageren ze nou eigenlijk op iets? En dan is het wel leuk om dat samen met jullie te doen. Weet jullie dat ook meteen? Ik kan het wel vertellen. Maar het is net zo leuk om even te laten zien. Maar er zijn mijn kladblaadjes. Die had ik wel. Hier zo. Nou, even snel. Zo. Oh, zijn jullie nou weg? Volgens mij ben ik weg. Volgens mij ben ik eruit gegooid. Oh, dat is de allereerste keer dat ik dat meemaak. Dan moet ik weer even overnieuw beginnen. Ik word eruit gegooid, volgens mij. Oh, zien jullie mij nog? Oké, okay, horen jullie mij ook nog? Oké, okay, nou, dan hoef ik er niet uit. Ik zie mezelf alleen niet, dus ik ga mezelf een technische fout. Als jullie mij nog blijven zien, dan vind ik het goed. Oké, okay, ik zie mezelf helemaal niet meer. En Facebook wordt er helemaal uitgegooid op mijn computer. Ik heb de hele dag al problemen met die computer. Nou goed, ik ga gewoon dan door. In de hoop dat jullie mij zien. Maar ik kan niet meer meelezen. Maar ik zie dat jullie elkaar heel goed helpen. Dus dat is heel fijn. Er mocht er echt wat zijn. Ik probeer altijd alles terug te lezen. Zover dat gaat. Ik word er helemaal uitgegooid. Misschien dat mijn man wil kijken of ik op de iPad wel te zien ben. Oh, nu ben ik kinderen mee naar boven, dat schiet niet op. Nou. En die hierin. Dan gaan we weer even schudden. Ja, dat is altijd leuk, hè? Met de embossing poeder. Altijd leuk. Nou, dat werkt allemaal prima. Dus, wat had ik allemaal? De embossing glaze, de resist spray en het embossen. Nou, dat gaat allemaal prima met die oxidesprays. Je kan ook laagje op laagje opbouwen qua kleuren als je het goed droogt tussendoor. Dat zijn die. Nou, dan ga ik aan de daadwerkelijke kaart, label of hoe gaan we het noemen. Even kijken waar ik dit kan laten. Even naast me. Dit is al best wel gaaf spul, zeg. Zo. Als ik dan zoiets in mijn handen heb, dan denk ik altijd... Ik ga kijken of ik mezelf inmiddels weer kan zien. Of ik er weer in mag. Ik heb geen internet, zegt hij.
Waarom heb ik geen internet? Oh, dit is echt heel vervelend dat ik niet mee kan kijken. Ik ga er nog steeds vanuit dat jullie mij zien. Ik ga even verder. En niet uitstaan dat ik geen internet zou hebben. Dat heb ik wel. Oh, wat vervelend dit. Sorry hoor. Ik vind dit echt heel vervelend. Zou jij misschien de iPad willen halen boven bij de kinderen? Ja. Dankjewel. Het is echt heel lastig om zo te werken. Omdat ik jullie helemaal niet kan zien. Papier. Even kijken. Ik begin even met het papier. Ik ga werken met het 300 grams aquarelpapier van Florence. Dat is gewoon stevig papier. En dat is gewoon heel fijn om een basis mee te maken. En ik ga een groot label maken. Ik ga 10 centimeter breed en 22 centimeter lang werken. Zo, dat is die. Ah, dankjewel. Kijk, dan ga ik even kijken of ik hier wel op mee kan spieken met jullie. Zo te zien wel. Hobbyvision en dan moet ik mezelf ergens kunnen zien. Ja, kijk. Ha, jullie zijn er weer. Dat is heel fijn dat jullie er weer zijn. Oh, dan moet ik wel het geluid uitzetten. Ja. Kijk. Nou, dat is toch wel heel prettig dat ik jullie weer zie. Zo, nou, kijk aan. Dat is deze. Even een lineaaltje erbij en een potloodje erbij. Weet je wat ik me net zit te bedenken, wat ook leuk is met die oxide sprays? En dat ga ik later wel even uitproberen. Als je gewoon een ondergrond spuit en dan met zout erop kijken of dat pakt op de oxide spray. Zou zomaar wel moeten kunnen. Nee, ik kan jullie echt niet missen, nee. Op 3 centimeter en op 7, dus 3 van de zijkanten af en ook 3 centimeter van bovenaf. Dan ga ik dat zo even schuin afsnijden. Dan maak ik gewoon mijn eigen label een keertje. Van puntje tot puntje op het snijblad. En snijden. Ja. Af en toe wil je niet helemaal meewerken. Zo. Ik heb nog oxidespray op mijn werkblad. Dat is niet handig. Kijken of ik dat nog een beetje weg kan krijgen. Voordat echt alles oranje is wat niet oranje moet. Ik heb wel keukenpapier gepakt. Want ik denk, het gaat goed met kliederen vandaag. Ik heb ook een schort om gedaan. Want ik weet wel hoe dat gaat. Zo. Wat gebruik ik nou? Ik weet niet wat je bedoelt met wat gebruik ik nou. Want ik gebruik even niks. Het is alleen maar 300 grams Florence aquarelpapier. Dat is alles. En daar heb ik een label van gesneden. Deze ga ik doen met dit stencil. Dit is een stencil van Pronti bij Yolanda de Ronde. En dit lijkt voor mijn gevoel een beetje op ijskristallen. Dat zal het niet zijn, maar het lijkt er voor mijn gevoel wel een beetje op. Dus ik denk, die vind ik wel leuk om dan te gebruiken hiervoor. Nog eventjes een plaatje erbij pakken. Zodat ik weer op mijn werkblad zit te knoeien. Dan ga
ga ik deze gebruiken in combinatie met de texture paste. Oh, de gum. Dit is gewoon een gum. Tombow gum. Die vind ik heel fijn. Er zijn wel meer fijne gummen hoor, maar deze die heb ik toevallig ooit een keer gekocht. Dit is die dikke pasta met een soort van zandkorreltje erin. Dus niet je denkt, wat ips heeft ze nou? Maar dat is dus dikke pasta. De naam van het eerste potje is Microglaze. Dat is ook van Tim Holtz. Dit is hele dikke pasta, dus dat heeft altijd even wat tijd nodig om er doorheen te doen. Maar hij is wel heel leuk. Hij geeft een hele leuke textuur aan je werk. Je kunt hem ook gewoon zo, zonder door een stencil te doen, gebruiken. En dan heb je eigenlijk gewoon een zanderige ondergrond. En voor mixed media kan dat echt heel leuk zijn. Kijk, ik kan jullie weer zien. Nou, dus even een werkje. Het gaat me voornamelijk even om het bovenste gedeelte. Zo. Ook weer gedaan. Lekker korrelig en zanderig. Een beetje pletten her en der. En naar deze ga ik mijn man vragen of hij hem schoon wil maken. Want deze heb ik zo nog nodig. Kijk je. Ik had je net wat te kijken. Ja. Sorry. We hoeven een heel kort werkje. Kort werkje. Deze even droog maken. Ja, een heleboel mensen doen hier plastic tussen tegen het uitdrogen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit last gehad van uitdrogen. Dus ik ben eigenlijk een beetje lui geworden, want ik doe het eigenlijk niet meer. Nou, dan gaan we deze eens even kijken wat voor effect hij geeft met de sprays. Ik denk wel leuk. Vrij snel droog gelukkig. Want ik merk dat ik weer veel lawaai maak. Zo. Ah, super. Dankjewel. Gauw weer terug naar de tv. Even kijken. Deze. De doos er weer even bij. Pakketje. Het label erin. En welke zullen we als eerste eens doen? Misschien met de lichtste kleur beginnen. En dat is die Fossilized Amber. Die ga ik als eerste doen. En dan wil ik een beetje van de rusty hinge. En dan hoef ik het daar. Ik mag een beetje mengen, dus ik ga hem niet drogen tussendoor. Ga ik hem her en der een beetje oranjiger maken. Want dit mag wel droog. En ik laat hem even in de doos liggen en ik zal zo laten zien waarom. Thank you.
Zo. Aardig. Dan pak ik nog een keer mijn stencil erbij. Dan heb ik weer helemaal geen commentaar meer. Had hij jou niet geholpen? Ik heb een hele lieve man. Die helpt wel. Die helpt. Even kijken. Dan gaan we kijken of ik het weer een beetje terugkrijg zoals ik het wil. Ik moet heel even gaan staan. Ik zie het bijna niet. Zo. En wat ik dan ga doen is met de donkerste kleur er nog een keertje overheen. Op plekjes. Het hoeft niet helemaal. Zo. Dat is die. En wat ik dan wel leuk vind, van nou heb ik dus ook oxide op mijn stencil zitten. Een stukje van dit te pakken. En hem om te draaien. Op een ander stukje papier. Kijken of dat een beetje lukt als ik in gedachten heb. Oh ja, gaaf. Kijk, zo heb ik ook niet alles hoef ik weg te gooien. Deze gaat nu wel in het water. Ja, dat is altijd leuk. Zo'n ghosting heet dat, geloof ik. Zo te doen. Ja, het is altijd weer iets leuks voor een ander ondergrondje ergens voor. Deze mag droog. Ondertussen mijn handen een en al eens. Nou, als het goed is, is dit de laatste keer dat die heattool aan hoeft. Dus dan zijn we dan klaar mee. Kijk. Tada! Nu al een leuke ondergrond, hè? Dit reageert natuurlijk, het is oxide, hè? Dus het reageert ook op water. Dus her en der een beetje sprayen. Kan geen kwaad. Heel even laten zitten en dan dep ik het zo af. Dat is die. Even dit allemaal weg. Het leuke van oefenen. Ik heb gisteren natuurlijk een beetje, wat wil ik nou eigenlijk zitten oefenen? Deze die is niet echt dat ik zeg van goh, wat een geweldige. Maar daardoor kan je juist makkelijker vandaag weer van alles doen. Is dat ik dus merkte dat ik sneeuw ging aanbrengen, dat het de kleur van de oxide aannam. Ja, dat had ik kunnen weten, maar daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Dus zo ga ik dat niet doen vandaag. Dus de sneeuw hier is wel sneeuw, dat is een bossingpoeder. Maar de sneeuw vanuit de stift, ja, dat was een beetje mislukt. Maar ik wil zoiets gaan maken. Even voor het idee. En daartoe... Dit is gaaf, toch? Dit is alvast gelukt. Kijk aan. En daartoe dacht ik van, nou, weet je, ik moet wat anders gaan doen. Of, vandaag tijdens de live. Dus ik ben gaan... Oh, er valt van alles op de grond. Dus ik ben gaan knippen. Dit is allemaal van het knipvel wat bij het papier zit. En aangezien ik toch bezig ben met knippen, heel veel knippen. Kijk. Dacht ik, daar kan nog wel meer bij. Dus ik ben deze ook maar gewoon op gaan knippen. En dan kijk ik wel even wat ik ga gebruiken. Dan zitten echt leuke dingetjes bij. Het is echt een beetje kerstig, winterig. Het hoeft niet echt een kerstkaart te zijn. Het mag ook gewoon een beetje een winterige kaart zijn. Het is gewoon wel heel leuk. En ik heb deze erbij gepakt. Ik weet niet of ik hem ga gebruiken. Die vind ik wel echt heel mooi. Ik weet niet of jullie hem kennen. Dat is chipboard van Prima Marketing. En ik ben gek op chipboard. Dus daarom denk ik altijd van ik ga het gebruiken. Maar ik weet nog niet of ik het ga gebruiken. Wat ik wel ga gebruiken is bruine sisal. Sisal, dat kennen jullie wel. Je hebt het in meerdere kleuren. Zwart, naturel, bruin. En ik zag alleen dat deze op was... in de webshop, maar ik vermoed zomaar dat die wel weer binnenkomt. En om dat te bevorderen, is het handig om op het verlanglijstje, dat je hem op je verlanglijstje zet als je dat wil. Maar die vind ik wel leuk om hierbij te gebruiken. En dan met
de plaatjes van het knipvel. Dan kijk ik straks even naar welke. Het is waarschijnlijk wel het handigste om te beginnen met de sisal. Even kijken of ik dat een stukje afkrijg. Ik hoef er niet hele stukken brokken tussen. Dit is misschien al voldoende. Klein beetje erbij en dan is dat echt wel genoeg. En dan gaan we, ja, echt beginnen. Nou, dit is opbouwen. Echt weer opbouwen. Even her en der wat lijm. Het droogt op, hè, doorzichtig op, de lijm. Dus dat is verder prima. Dat komt helemaal goed. Dit is 1. En straks ga ik sneeuw in die sisal doen. Dat is echt ontzettend leuk om te doen. Ik ga de chipboard niet gebruiken, want ik vind de achtergrond al heel mooi. Dus dat is nergens voor nodig. En hier komt straks een tekst op. Dus dat is ook wel heel leuk. Dan kunnen we weer een omhoog gaan werken. Als ik weinig op jullie reageer, is dat ik op de iPad veel minder opmerkingen zie dan op de computer. Ik weet niet waarom, maar dat is wel zo. Kijken of die ondertussen op de computer terug wil. Nou, dat is gewoon al helemaal niks meer. Nou. Oh, wel. Kijken of ik jullie dan ook kan zien. Want dan kan ik even wat meer meelezen dan op de iPad. Ga ik jullie gewoon weer even opzoeken. Ik weet niet waarom die weg was, maar hij was net even gewoon weg. Ja, daar zijn jullie weer. Vogeltjes vangen. Jullie zijn aan het vogeltjes vangen. Ik denk dat ik wat gemist heb onderweg. Nou, dit is een kwestie van wat willen we erop en opbouwen. Wat ik er in elk geval op wil, is een bloem. Zo'n poinsettia, zo'n kerstster. En die heb je momenteel echt in tig soorten zijn die verkrijgbaar. En deze is nog van mij van vorig jaar. Deze is nog van Elizabeth Craft Design. Die zag ik nu niet meer, maar ze hebben echt nog tegen andere soorten van die kerststerren, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk, nou, dat komt vast wel goed als iemand die wil. Dan vindt hij hem wel in de webshop. Dan heb ik weer mijn karton. Ik heb van de doos waar ik net in spoot, heb ik ook een stuk karton afgehaald. En met de karton kan ik de plaatjes wat hoger krijgen. Altijd handig om te doen. Altijd handig om in huis te hebben. Dat zijn deze. Dus die knip ik af waar ik denk van, nou, daar wil ik er eentje hebben. Daar heb ik er eentje nodig. Wat je bij deze nog zou kunnen doen als je denkt van, nou, ik vind die plaatjes te licht. Dan pak je eventjes wat distress inkt. En dan kun je gewoon de randjes een beetje bewerken. Dan zijn ze meteen wat donkerder. Hoeft niet, hè. Het is maar net wat je wel of niet leuk vindt. Als ik iets meer tijd had, dan zou ik hier nog wat van de gouden embossingpoeder op doen. Maar dat gaat me nu niet lukken. Dus dat is deze. En dan is het een compositie zoeken. Van, nou, wat vind ik mooi? Wat vind ik niet mooi? En er komt zometeen nog sneeuw, hè? Dus niet dat je denkt van wat een contrast tot dat licht, hè? Dat is juist wel de bedoeling. Nou, nu moet ik gewoon even kijken wat leuk is, hè? Dit is gewoon letterlijk een beetje spelen met van, goh, we maken er gewoon wel echt een kerstkaart van. Maar goh, wat is mooi erbij. Wat is leuk om erbij te doen. Het is gewoon een beetje spelen met wat je hebt. Zo, misschien
Ja, het is een beetje een nestje, hè? Vogelnestje. Of vandaar dat jullie vogeltjes aan het vangen waren. Nou, snap ik hem. Ik vind het wel wat hebben. Ik weet niet waarom, maar ik vind het wel wat hebben. Zo. Je komt trouwens, hier ga ik later nog een gaatje in maken en een lint komt daar doorheen. En ik heb nog ergens dennenappeltjes, dus die wil ik ook. Die vind ik wel leuk om erin te doen. Hier een dennenappeltje en hier is een dennenappeltje. En hier heb ik nog. Een vouw. Kijk. En dit is dus echt gewoon een beetje kijken van wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Wat wel, misschien vind ik dat Sisal wel veel te veel. Moet er wel of niet karton achter? Dit is gewoon een beetje zoeken. Zo. Nou, deze in elk geval. Dus ook even vastlijmen. En ik zal hem iets hoger erop doen. En dat doe ik dus met die... Met dat karton. Ik vind het altijd handig om het wat hoger te doen, want dan kan ik er weer van alles onder stoppen, zonder dat je problemen krijgt. Even kijken, ik wil eigenlijk die kerstboom erin hebben, maar ik weet niet zo goed waar ik dat leuk vind. En zometeen de sneeuw toevoegen. En dat moet ik even op een andere manier doen dan ik dacht. Ik ga even een beetje sisal wegknippen. Ik kan zo meteen aan het stofzuigen, zien jullie het? Het is echt helemaal een bende hier. En ik ga onder de bloem ook. Even eentje plakken. En er komt nog een tekstje bij. Is ook altijd wel leuk. En ik ga heel veel sneeuw er nog bij doen. En ik vind dat sneeuw wel leuk in die... In die sisal, dus vandaar dat ik een beetje veel sisal gebruikt heb. Maar het effect straks is echt heel leuk. En het is inderdaad een lekkere rommel bij me. Verschrikkelijk. Helemaal hoor, om me heen ook. Mag zo meteen een hoop opruimen. Zo. Tadadada. En toch wil ik die ook nog ergens, maar dat wordt best wel problematisch. Ik doe het gewoon hier. Ik doe het gewoon. En dan ga ik eens even verder kijken. Wat nog leuk is.
wel leuk om een beetje op de soort van alsof je op de grond staat. Een beetje hoger werken, want anders raak jullie kwijt. Kijk eens. Mijn handen zitten helemaal lekker onder de inkt ook trouwens. Ik ben nog niet tevreden hoor. Het is maar nog veel te klinisch. Veel te klinisch. Ik hou niet van het klinisch. Ik ben een beetje van het opbouwen, hè? Een beetje kijken van nou, wat staat leuk, wat gaan we waar doen, wat past er, wat past er wel, wat past er niet. Lijn in de buurt houden. Zo. En dan ga ik het zo meteen mooi maken. We hebben ook zoveel, hè. Het is echt een hoop hier. Dat strikje eigenlijk eronder. Ergens. Maar dan past straks de tekst niet meer, dus dat is niet zo heel handig voor mij. Ik heb de bloemen een beetje laten liggen. Ze zijn ook zo groot. Misschien daar wel een beetje iets tegen heb. Het zijn belletjes. Kleine belletjes, kleine besjes. Het is allemaal zo schattig. Het is allemaal leuk. Hij blijft niet goed plakken. Heel even mijn tacky glue erbij. Zo. Kijk of dat iets beter blijft plakken allemaal. Dit is altijd leuk priegelwerk, hè? Ik vind het altijd wel heel leuk om te doen. Een beetje in mijn zen. Hij is wel heel grappig. Nou, tekst dat ga ik later toevoegen, want ik had deze tekstjes. Hello winter, Merry Christmas, cozy, best wishes. Zitten er allemaal bij. Ik weet eigenlijk niet of ik die wil gebruiken. Ik kan misschien wel daarop. Straks misschien even kijken. Voordat ik dat doe, ga ik eerst de sneeuw even doen. Ja, Monique, soms is het gewoon een ding van uitproberen. Net als wat ik net deed. Gewoon kijken wat er kan. En in de basis is een Exide inkt uit een inktpad. Een soort van hetzelfde als in de spray. Dus het reageert hetzelfde, deze. Dit is dan de inkt en dit is dan de spray. Maar het feit dat het reageert hetzelfde. Dus je moet gewoon even kijken wat handig is voor jou. Maar je kunt het door elkaar met elkaar gebruiken. De sneeuw. Dan moet ik heel even mijn sneeuw pakken. En ik heb van alles nog in huis. En ik heb in de webshop laten linken wat daar allemaal nog was. Want wat er was en wat ik heb, dat was niet helemaal hetzelfde meer. Dat is natuurlijk allemaal nog van vorig jaar bij mij. Wat ik wel heb, zijn die hele kleine belletjes. Die kleine witte belletjes. Die zijn ook wel heel leuk om erbij te gebruiken.
En hier ben ik nog niet klaar mee, maar ik ga eerst even de sneeuw doen. En ik was op zoek naar de gesso. En dan ga ik eerst eens eventjes de randen... Nee, zal ik eerst, eerst even de randen. Een beetje een troep hier, hè. En dan doe ik het liefst met mijn handen. Ga ik met witte gesso de randen doen. En als het goed is, kan ik er daarna, als het droog is, overheen met die dikke sneeuw. Dan moet ik die een beetje bij elkaar brengen, want die plaatjes zijn vrij licht. En de kleuren die ik gebruikt heb zijn weer juist weer vrij donker. En dat geeft allemaal helemaal niks. Je kunt dat altijd weer bij elkaar brengen door iets op het donkere te gebruiken. Wat het weer een beetje ophaalt. Hij pakt al de kleur van de oxide. Dat geeft niet, want ik ga er zo meteen nog overheen. Maar het is ook logisch, want die oxide reageert. Hè? Kijk aan. Even mijn klapblaadje eronder voordat mijn hele werkblad vies is. Ik ben erg van met mijn handen werken, dat is duidelijk, hè. Klein beetje gewoon zo doen. Oh Chantal, je hoeft echt niet alle kleuren te kopen, hè. Je kan een paar uit een beetje uit dezelfde... Ik heb hier ook, hè. Het zijn eigenlijk gewoon drie verschillende kleuren. Maar het is maar net wat je mooi vindt. Een beetje bij elkaar past. Je zou hier ook nog de H. Mahogany bij kunnen pakken. Die past een beetje in hetzelfde idee. Toch eventjes droog maken. Dan ga ik hier zo meteen met sneeuw overheen. En ik ga op de kaart... Nog sneeuw aanbrengen. Dat heb ik nog. Ik heb nog zo'n stift van Nelly Snelle. Maar er zijn inmiddels ook andere. Die heb ik laten linken in de webshop. Maar ik heb deze even in huis. Dus ik ga deze gebruiken. En dan gaat over de gesso heen. En dan neemt hij niet meer de kleur aan van de oxide. Maar blijft hij wit. En dan zal ik zo laten zien wat ook heel erg leuk is om te doen met deze stift. Zo. Volgens mij ben ik uit beeld aan het werk. Dat is ook weer niet de bedoeling. Nou, je kunt met zo'n stift heel leuk wat sneeuw in de sisal aanbrengen. Net alsof het erin gevallen is. Ik vind het een heel leuk effect in elk geval. Misschien dat jullie denken van wat doet ze nou? Wat vindt ze nou leuk? Nou, ik vind het gewoon een grappig effect om dat sneeuw in die sisal te hebben. En wat ik dan ook wel leuk vind, is om wat sneeuw aan te brengen. De plaatjes zelf. Kijk. Zo. We komen er wel.
Zo. Kijk. Nee, mijn zoontje wil de iPad weer. Want mijn laptop doet het weer. Je mag hem hoor. Alsjeblieft. Zo. Ik wil een beetje de gesso die geel geworden is een beetje wegwerken natuurlijk. Alhoewel sneeuw in het echt ook niet echt wit blijft, hè. Maar dat sneeuw in de sisal, daarom heb ik sisal. Want dat gewoon zo'n onwijs leuk effect. Maak hem een klein beetje droog. Het zal niet in één keer helemaal lukken. En dan moet ik weer heel lang met die hietel. Maar ik doe het een klein beetje en dan kan ik de rest nog heel even laten zien. Ik zie dat het alweer bijna tijd is. Ik heb hier veel te veel, hè. Ja, als we zoveel laten zien en doen. Want dit is dus ook nog sneeuw en dit zijn flakes. Dit is van ik noem het maar even stamperia, hè, want ik weet niet hoe ik hem moet noemen. Dit zijn de flakes. Arctic flakes. En die zijn natuurlijk ook wel heel erg leuk om hierbij te gebruiken. En ik heb nog wel een klein beetje van die Liquitex gel medium. Daar zou dat mee moeten kunnen. En dan zal ik wat op de grond leggen van het ijs. Kijk eens. Het wordt nog eens een glimmende kaart. Kijk aan. Nou. Alles is nat, maar jullie begrijpen het idee, hè? Hoe gaaf. Hoe gaaf. Dit is toch wel heel erg leuk. Om een beetje ja, ijs aan te brengen. Zo. Echt heel leuk spul. Tada. Nou, ik denk dat ik hem nog wel een beetje af ga maken zometeen. Maar ik denk dat het idee wel duidelijk is. Misschien dat ik nog wat plaatjes er en daar toevoeg of weghaal. Maar in elk geval, ik wilde jullie gewoon even wat met mij mee laten experimenteren. Met de Distress Oxide Sprays. Het is hier een puinhoop. Ik moet hier zo meteen op. En ik denk dat, die mag even in het water, dat dat wel aardig leuk was om te zien, hoop ik. Ik zal ze er nog even bij pakken. Met de resist spray. Met de microglaze. Zo, met embossingpoeder en het coasting. Nou, dat is toch echt heel erg leuk om te doen, hoor. Oxides zijn sowieso leuk, hè. Ook de inkten. Dan kun je waarschijnlijk ook dit mee doen, want het werkt uiteindelijk hetzelfde. Maar die sprays die zijn gewoon veel sneller. Dan heb je heel snel heb je iets gecreëerd. En ook een grotere ondergrond heb je heel snel gemaakt met de sprays. Nou, kijk aan. Ik ga jullie bedanken. En ik ga jullie zeggen tot volgende week waarschijnlijk. En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond toe. Doei doeg!